ben Eve, ik zit nu in VWO 5 en ja, ik ga dus in juli naar Zuid-Afrika. En wat zijn jullie precies aan het doen in het geleen? We zijn nu vooral bezig met spelletjes organiseren. Schmink hebben we hier en we staan nog met andere kraampjes hier. En we gaan vooral, ja, we zijn eigenlijk nu ons vooral aan het richten op de kinderen van geleen om er toch net iets extra geld nog op te halen. Hoeveel geld moet er per leerling opgehaald worden? Er moet 1800 euro aan sponsorgeld worden opgehaald en 900 euro eigen bijdrage. Wat gebeurt er als je het geld niet bij elkaar krijgt? Ja, dan heb je een probleem, denk ik. Nee. Het is zo dat, stel, ik haal 2000 euro op en iemand anders haalt maar 1600 euro op. Dan wordt die 200 euro nog wel verdeeld. Maar als je het echt niet bij elkaar krijgt, dan moet je het toch zelf gaan betalen nog. Of, ja, of niet meegaan, denk ik. Wat verwacht je van deze stage? Nou ja, ik verwacht vooral heel veel te leren ook. Ja, het is wel echt, waarom ik mee ben gegaan is vooral omdat, ja, ik hoop dat als ik daar ben en je ziet hoe mensen daar leven, gewoon op een totaal andere manier dan hier, dat je als je dan hier terugkomt, dat je dan toch op een hele andere manier ook naar je eigen leven kijkt. En ook, ja, toch gelukkiger leert zijn met wat je eigenlijk hebt. Ik ben Maurice Verhees van Graaf Hein College, clusterleider van Explore Zuid-Afrika, waar wij dit jaar naartoe gaan. Is dit de eerste keer dat de leerlingen van Graaf Hein College op stage gaan? Nee, het is nu het negende jaar. We hebben al heel veel verschillende reizen gehad van Nepal, Peru, Tanzania enzovoort, China en nu in ieder geval Zuid-Afrika. Hoeveel leerlingen gaan er mee op deze stage? 31 leerlingen. En hoe worden ze geselecteerd? Ze schrijven ieder een brief. Wat ze zich moeten voorstellen. Dat is een paar casussen ze moeten beschrijven. Waarom zijn zij geschikt voor zo'n reis? Nou, dan gaan we selecteren. Kunt u in het kort uitleggen wat deze stage inhoudt? Ja, het belangrijkste doel is eigenlijk kennis maken met andere culturen. En ook een persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast een stukje ontwikkelingssamenwerking. Wat gaan ze precies doen in Zuid-Afrika? Een aantal scholen bezoeken, een aantal weeshuizen bezoeken, een stukje bouwen, klussen die er zijn bij de verschillende scholen. En ook, het hoort er dan ook bij, een klein stukje sightseeing, dus Robben Eiland bijvoorbeeld gaan ze naartoe, een stukje safari. Ik ben Jules Dupper en ik zit op het Graaf Hein College en ik ga met Explore mee naar Zuid-Afrika. Ik zie dat jullie allemaal dingetjes aan het knutselen zijn. Wat zijn jullie allemaal aan het knutselen hier? We zijn hier met plankjes, garen, doen we spijkertjes in de plankjes staan en dan maken we vormpjes met garen. En die proberen we te verkopen of mensen kunnen die zelf maken. Wat is de reden dat u zich heeft aangemeld voor deze stage naar Zuid-Afrika? Nou, het leek me sowieso een hele mooie reis en ik wilde al vanaf de eerste klas graag. Want ik heb heel veel verhalen gehoord van andere mensen en die zeiden dat het heel mooi was. En mijn oma is zelf in het land geboren, dus het leek me ook wel leuk om daar iets voor terug te doen eigenlijk voor het land. Dus, wat verwacht u van deze stage? Veel met kinderen doen en ook zelf wat meemaken en zo. Een beetje mooie natuur zien en zo allemaal. Maar het leukste lijkt me ook echt wel om iets te doen voor die kinderen daar. Dus bijvoorbeeld tafeltjes opknappen of zo, of muren schilderen. Gaan jullie ook andere organisaties opzoeken in Zuid-Afrika? Ja, we gaan daar naar de mama's toe. Daar gaan we dan ook, volgens mij blijven we daar ook slapen. En ja, dan gaan we dus. Gaan jullie verder ook nog scholen en weeshuizen bezoeken? Ja, daar gaan we dan zelf moeten presentaties maken over hoe het hier in Nederland is. En die moeten dan in het Engels daar gaan presenteren. En spelletjes doen, icebreakers noemen ze dat, om een beetje elkaar te leren kennen en zo. En we krijgen daar ook een buddy waar je dan een paar dagen iets mee doet, waar je dan waarschijnlijk ook blijft slapen bij degene. Hey,
Ik ben Kai Klinkers, ik zit op het Prins College, ik ben 16 jaar. Wat zijn jullie vandaag aan het doen in Geleen? We zijn geld op het halen voor onze reis naar Zuid-Afrika met Global Exploration. Wat gaan jullie doen in Zuid-Afrika? We gaan kennis maken met leeftijdsgenootjes. En we gaan naar verschillende weeshuizen. En we gaan ook wat cultuur opschuiven. Hoe lang duurt de stage? 2,5 week, 17 dagen volgens mij. Wat gebeurt er als jullie het geld niet bij elkaar krijgen? Dan wordt het geld, wordt de school zelf die zorgt ook voor geld. En als je dan niet bij elkaar krijgt, dan regelt de school dat je toch het geld krijgt via school, zeg maar. Hebben jullie vandaag al veel ingezameld? Nog niet heel veel. We hadden meer verwacht, maar we hebben toch wel wat opgehaald. Wat verwacht je zelf van deze stage? Ja, dat het een hele mooie ervaring wordt. En dat ik mezelf kan ontwikkelen.